het is eind november. Ja. We naderen de Sinterklaas en we zitten hier bij Eppo en heel toepasselijk een Sinterklaasstrip, Wild Geraas. Ja. En de mensen die gemaakt hebben, die zitten hier nu voor mij. Menno en Kimberly. Hallo. Leuk dat jullie hier naar Eppo zijn gekomen voor het signeren. Ja. Ja, leuk dat je erbij bent. Leuk. Ja. Hartelijk maar, welkom hier ook geheten. Superleuk. Ja. Ja, het is voor jou een beetje thuiswedstrijd, hè? Ja, ja, het is voor mij de thuiswedstrijd, inderdaad. Waar ik vroeger voor de allereerste keer in de stripwinkel ben terechtgekomen, is hier in de Eppo. En daar is ook mijn droom begonnen om striptekenaar te worden. Oh, dat is leuk om te horen. Ja. Ja, dan is het natuurlijk heel bijzonder om dan nu hier zo'n boek te signeren. Als ik dit mag vertellen aan mijn 10-jarige ik, zo van over zoveel jaar dan zit je hier te signeren, dan zei ik, ja, geloof ik niet. Maar leuk dat je kan liegen. Ja, ja, ja. Laten we het eerst heel even over het boek hebben. Want op zich, aan de ene kant zeg ik niet verrassend, maar aan de andere kant vind ik het toch wel verrassend. Van goh, een stripverhaal over Sinterklaas. Hoe is dat zo gekomen? Ja, nou, het eerste verrassende is natuurlijk, er was eigenlijk helemaal geen strip over Sinterklaas. Althans, ik kon het niet vinden. En ik dacht, het was eigenlijk al eens tijd ervoor. Want we zien ook, en dat is ook een beetje het verhaal, we zien langzaamaan dat Sinterklaas echt verdwijnt uit het straatbeeld. En wij vonden gewoon, de Sint verdient een stripverhaal. Ja, inderdaad. Toen hebben we een verhaal bedacht. Eigenlijk heb ik het geschreven. Maar ik kon niet zo goed tekenen, dus ben ik op zoek gegaan naar een tekenaar die dat wel kon. En toen kwam ik terecht bij Kimberly en die heeft het heel keurig gedaan. En we zaten echt op één lijn. Ja. En we hebben het vorig jaar eigenlijk bedacht. En een jaar later, eind november, precies voordat Sinterklaas weer weggaat, want hij is natuurlijk net aangekomen. Ja. En dan ligt hij in de schappen en we zijn heel trots op. Ja, het is echt een superleuke samenwerking geweest toen ik het verhaal ook las. Echt heel erg leuk, heel erg toch wel back to basic. Het gaat gewoon lekker over Sinterklaas. En ik vond het verhaal ook gewoon zo leuk inderdaad. Want daar wil ik ook graag aan meewerken. Ja. En zodoende. Even toch een paar spoilers over het verhaal. Omdat ik toch tijdens het lezen een paar dingen tegenkwam die ik wel bijzonder vind. Vooral even de cover. Want de cover geeft een beetje het idee dat het Sint versus Santa is. Mm-hmm. Wat was de gedachte achter de cover? Nou, dat is het natuurlijk ook wel een beetje. Want je ziet natuurlijk dat de kerstman, die doet steeds sneller zijn intrede in Nederland. Versus Sinterklaas. Die neemt echt over. Hij drukt eigenlijk als het ware Sinterklaas weg. En dat zie je ook in het straatbeeld. Hè? Dat is dan ook de spoiler. Zo begint het verhaal. Ja, Sinterklaas voelt zich ook heel erg aan de kant geduwd. Hij wordt ook een beetje boos op de kerstman. Zo van, maar mijn holiday. Ik wil het vieren. En overal waar hij dus inderdaad dan ook de kerstman in terugziet, dan wordt hij alleen maar bozer en bozer en bozer. Ja, ik vond één detail daarin wel grappig. Als hij thuis komt, dan kan daar een van zijn pieten een blikje zitten drinken. Ja, precies. Met inderdaad... Goed opgemerkt, inderdaad. Ja, zoals ik al zei. Ik zal één ding niet spoileren, maar ik vond de twist die erin zit, vond ik wel heel erg leuk. Even in verband met Sint en Santa. Dat toch even anders uitpakte dan je zou denken. Ja. Het is Sinterklaas is een kinderfeest. Dat draait om gezelligheid, dat draait om cadeautjes en dergelijke. Toch vond ik aan het begin van het verhaal wel even een stukje dat ik dacht van, nou, dat ziet toch wat minder geschikt voor kinderen uit. Het komt denk ik doordat Sinterklaas nog undercover is, denk ik. Een grijze jas inderdaad. Ik bedoel een iets luguberder stukje. Ja? Wat dan? Oh, wat? Nou, het gaat erom dat we... Natuurlijk, dat is eigenlijk wel een mooi verhaal. Want we gaan eventjes ook terug in de tijd. Terug naar het verleden. Om juist het verhaal van Sinterklaas te vertellen. Want we zijn achtergekomen dat er eigenlijk maar heel weinig mensen zijn die eigenlijk het verhaal kennen van de Sint. Inderdaad. En toevallig dat detail wat jij dus aanhaalt. Wat is hier nou zo gruwelijk aan die twee oogballen die hier staan? Dat valt wel mee. Ik zat dat te denken. De hint, het heeft eigenlijk een heel grote pot. Pot vol geluk, hè? Ja, precies. En dat is dus wat er dus eigenlijk is gebeurd. Volgens de legende van de Sint. Ja. En we vonden het toch wel interessant genoeg om dat ook echt te verwerken in het verhaal. Ja. Maar we hebben ook een beetje test gelezen door wat jeugdig publiek. En het had dus, het is dan inderdaad naar, maar het mag wel. Oké, dat scheelt dan wel. Ja. Maar het is inderdaad wel heel interessant om inderdaad even in die geschiedenis te duiken. Want een aantal voorbeelden.
Dat was voor mij ook niet allemaal bekend. Dus inderdaad, wat dat betreft, Toch nog iets geleerd. Toch nog iets geleerd, hè? Ja. Ja, nou ja, hij komt natuurlijk op het goede moment uit. Ja, weet je, eigenlijk moeten we er niet te veel over verder gaan, want anders ga ik klappen misschien. Ja, dan weet iedereen dadelijk precies wat het begin, midden en einde is. Ja. Maar hij is inderdaad net op tijd, hè, voor in de schoen. Ja. Dus ik zou zeggen, doe hem ook in de schoen. Ja, inderdaad. Dan wil wel grote schoen hebben. Ja, de softcover kun je misschien een beetje oprollen, maar die hardcover niet. En qua tekenen, want ik weet dat jij wel een beetje in de manga hoek zit. Ik heb het idee dat ik ook wel wat invloeden erin zie, maar ja, hoe heb je dat aangepakt? Het was ook, jij had me ook wel aangesproken omdat je die manga invloeden toch wel leuk vond. Maar het is inderdaad wel nog steeds het Europees formaat, kleur, alles erop en eraan. Dus eigenlijk is het... Ja, gewoon de tekenstijl van mij als manga zijnde, maar de uitwerking van een Europese strip. Ja, maar je ziet gewoon, het is natuurlijk eigenlijk een strip voor alle leeftijden. Maar Sinterklaas wordt ook echt geassocieerd met de jeugd. Ja, en je ziet dat de jeugd van tegenwoordig is heel erg beïnvloed door de manga en de anime. Ja. Dus daarvoor vond ik deze stijl, dat past gewoon wel erbij. Ja, okay. Ik merk ook veel jeugd, jongeren inderdaad, die daar wel getriggerd door worden van, oh, het ziet er leuk uit. En ook grote oogjes, dus blijkbaar doet iets met je. Van, ja. Dus ze vonden het ook heel leuk. Ja, een anime Sinterklaas. En ik had dus van, ja, zo zou ik bijna niet willen durven te noemen. Maar het is toch wel een beetje die kant op met elkaar. Ja, oké. Het is leuk dat er in ieder geval in de hardcover versie ook nog even een stukje zit van het proces. Hoe je de tekeningen gemaakt hebt. Het zit ook in de softcover. Oh, is het ook in de softcover? Ja. Oké. Okay. Ik heb alleen de hardcover gelezen. Nee, maar inderdaad, er zit inderdaad extra's. Ja, ja. Dat is, oh, dat is leuk dat het ook in de softcover zit. Ja. Iedereen krijgt... Op het einde van het boek zit er inderdaad een heel dossier met allerlei extra's. Ja. Met nog wat behind the scenes van de making of het boek. Ja, dus er zit ook inderdaad een soort blooper-achtige behind-the-scene scène in. Want qua tekenen, werk jij digitaal of werk jij op papier? Ik heb inderdaad alles helemaal digitaal gedaan. Okay. Ik heb een tekenprogramma dat heet Clip Studio. Ja. En dat is eigenlijk een beetje een nieuw programma die is langzaam in de stripwereld de Photoshop eruit aan het duwen. Want Clip Studio heeft heel veel handige features voor strips. Okay. Daadwerkelijk een simpele knop, je hebt kaders. Een simpele knop en je hebt tekstballonnen. En het geeft meteen aan, oh, je hebt hier een tekstballon, wat voor tekst wil je erin? Ja. En welke font, welk formaat wil je het hebben? Ja, met Photoshop moest je alles eigenlijk handmatig doen. Een tekstballon moest je gewoon tekenen. En met dit programma hoeft dat dus niet. En het programma lijkt ook een beetje op InDesign. Dus je kan meerdere pagina's in één bestand krijgen. Nou, dat is wel handig. Ideaal voor strips te maken. Oké, okay. Nou, dat is mooi. Einde en Clip Studio reclame. Ja. This video is sponsored by. Ja, niet gesponsord door. Oh, nee, niet gesponsord Clip. Door. Ja. Kom contact opnemen. Maar nou, hij is nu uit, hè. Nou, jullie hebben al wat signeermomenten gehad. Dus je hebt natuurlijk al wat reacties misschien gezien. Maar hoe kijk je nou terug op het hele proces? Met veel plezier. Ja, heel positief ook. De mensen die naar ons toe komen, die zijn echt louter positief. We waren natuurlijk een beetje bang natuurlijk over, zijn ze Sinterklaas echt vergeten of nog niet? Ja, maar ook... Maar je ziet toch dat er behoefte aan is en dat doet ons deugd. Ja, okay. Ik vind het heel leuk dat mensen zeggen, oh, een strip over Sinterklaas, oh, wat leuk. En dat ze toch geïnteresseerd zijn om hem te bladeren. Ja. En dat er toch, zoals je zelf zei, dat er iets nieuws uit valt te leren. Dat inderdaad de volwassenen ook zoiets hebben van, ja, dat is leuk, dit wil ik wel meenemen. Ja, okay. Eentje voor zelf, eentje voor de kinderen. Ah, nou, dat is helemaal dat is het ideaalste. Ja, nou, het album is uitgekomen bij een nieuwe uitgeverij, Manly. Ja. Samen met nog een andere. Ja. En dat is deze. Ja. De laatste mens. Ja. Zo, dat wil je ook even laten zien. Dan moet ik dus nu even naar jou richten, Menno. Ja, voor jou, wat is het idee erachter? Nou, eerst toch even, je hoort het boek. Het is niet zelfs de laatste mens, het is zelfs het laatste exemplaar. Want deze twee uitgaven zijn de eerste twee, inderdaad. Het Sinterklaasboek en de laatste mens. Maar de laatste mens die is eigenlijk al zo goed als uitverkocht. Ja. Dus voor een beginnende uitgeverij is dat gewoon zeer goed nieuws. En het toont ook aan dat er gewoon echt wel vraag is en behoefte is aan nieuwe strips. Ja. Dat is zeker heel fijn te horen. Ja. Ja.
Ja, en wat is voor jou de reden geweest om ja, een uitgeverij te beginnen? Ja, dat is een goede vraag. Waarom wou ik een uitgeverij? Precies. Ja, hoe zou ik dat eens kort samenvatten? Levenslange droom? Voor dit boek ben ik wel met andere uitgeverijen in gesprek gegaan. Maar ik kwam er gewoon achter, wat je tegenwoordig vaker ziet, om het in eigen beheer uit te geven. Dat was ook in eerste instantie het plan, met dit betreft dit boek, ook gedaan. Maar ik wist ook door mijn research dat ik tekenaars aan het zoeken was, dat ook heel veel beginnende tekenaars zijn, die hebben ook behoefte aan een uitgeverij die het aandurven om hun werk uit te geven. Toen begon bij mij een lampje te branden, ik dacht van, hey, gat in de markt, daar zit misschien wel wat in. En zo is eigenlijk het balletje gaan rollen, want dit zijn onze eerste twee titels, die zijn ik inderdaad uit. Maar komend jaar komen er weer een paar bij, waaronder gewoon ook weer een hele hoop beginnende tekenaars. Maar later in het jaar kan ik ook verklappen, er komen ook wat bekende tekenaars aan. Dus ja. Hou ons in de gaten, zou ik zeggen. Dus wel grootse plannen. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is wel fijn om te horen. De sneeuwbal wordt steeds groter. Dat is echt, ja, precies. En dat is goed om te horen en mee te maken. Want het is toch een beetje spannend bij het begin. Maar het gaat de goede kant op. Ja, nou, dat is alleen maar fijn. Hè? Ik bedoel, want er is natuurlijk een hoop te doen over de strips. Toch over het algemene interesse in de strips daalt. Maar dit soort geluiden zijn natuurlijk wel heel fijn om te horen. Dat er aan de andere kant ook weer heel veel behoefte is aan strips. Ja, zeker strips. Weten. En zeker ook voor beginnende stripmakers is dat... Denk ik ook weer heel fijn om te horen. Dus, ja, inderdaad. Ja. Nou ja, dus misschien ga je naar aanleiding van dit interview weer heel veel aanmeldingen krijgen. Ja, dat is inderdaad het hopen. Ja. Hopen. Ze zijn altijd welkom. Dus, ja. Stuur het op. Ja, precies. Ja. Nou, in ieder geval, voorlopig hebben jullie twee hele mooie uitgaves uit. Hele bijzondere boeken. Hele nieuwe boeken, wat dat betreft. Dus niet een herhaling van waar er al heel veel van zijn. Nee, echt iets unieks. Ja. Dus dat is heel mooi. Nou, dankjewel. Leuk om even van jullie te horen hoe en wat. Nou, graag gedaan. En bedankt. Veel plezier er nog mee met jullie deze. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.